Heb je ooit een keertje een aardbeving meegemaakt? Ja. Hoe was dat? Best wel gek, want dan ga je voeten trillen. Dat lijkt me echt heel raar. Ik ben Milan. En ik ben Nian. Welkom bij Basel Nationaal. In Basel Nationaal onderzoeken wij een actueel onderwerp uit de media. Vandaag zijn we in Appingedam in Groningen. En wij gaan onderzoeken hoe de kinderen de aardbevingen ervaren. In de provincie Groningen zijn best vaak aardbevingen. Dit komt doordat er aardgas uit de grond wordt gehaald. Door de aardbevingen ontstaat er veel schade aan huizen, zoals scheuren in de muur. De regering wil gaan stoppen met het boren naar gas, maar dat gaat nog lang duren. Ondertussen blijft dus het gevaar op bevingen bestaan. Wij zijn bij basisschool Jan Lichthart in Appingedam. Kom je mee? Oh my god. Wow, vet. Vet. Op maart op 7. Oh yeah. Superman. Misschien koop ik wel een Bentley. Misschien koop ik wel een Honda. In mijn jacket met bondkraag. Rijden naar de Fashion Week. Vroom. Vroom! We gaan een bezoekje brengen aan groep 7. Kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer komt op voor de rechten van kinderen. Zij heeft onderzoek gedaan naar het effect van de aardbevingen op kinderen. Wat voor effect hebben de aardbevingen eigenlijk op de kinderen? Je kan ongeveer 3 dingen zien bij kinderen. Sommige kinderen worden er bang van. Ik was toen aan het spelen bij ons voor, daar hebben we een speeltuin. Toen waren we aan het spelen. Toen begon de grond te trillen. Dus wij hielden ons allemaal vast aan een boom. Ja, dus het was echt heel eng. Ja, ik was gewoon echt bang. Alweer. Ik zou ook bang zijn. Heb je ooit een keertje een aardbeving meegemaakt? Ja. Hoe was dat? Best wel gek, want dan ga je voeten trillen. Dat lijkt me echt heel raar. Was het ook echt raar? Ja, best wel. En je hoort ook kinderen zeggen van, ik ben eigenlijk niet zo bang voor die aardbevingen. Maar ik vind het heel vervelend, want we moeten in een ander huis. Wij moesten verhuizen toen wij aardbevingsschade hadden aan ons huis. En nu is dat allemaal weer gerepareerd en nu is ons huis aardbevingsbestendig. We moeten uit onze school. Ik hoorde dat jullie uit de school moesten. Waarom is dat? De school moet versterkt worden. Heel veel openbare gebouwen, vooral waar kinderen in zitten, zijn natuurlijk. Als er wat gebeurt en het stort in, dan krijg je heel veel ongelukken. Vandaar dat men vindt dat heel veel scholen of verstevigd moeten worden, of zelfs helemaal afgebroken moeten worden hier in deze regio. En onze school wordt verstevigd en we krijgen een noodgebouw waar we tijdelijk in moeten. Colin, wat vind jij van de aardbevingen? Nou, ik vind eigenlijk dat er minder gas geboord moet worden, want de huizen gaan door de stuk en de mensen vinden dat niet echt leuk, want dan moeten ze hun geld betalen. Wat kunnen wij daaraan doen? Wat wij kunnen doen is met kinderen praten over wat zij belangrijk vinden, wat ze nodig hebben. Als ze bang zijn, wat dan prettig is, dat volwassenen doen. Hè. Als ze last hebben van dat het thuis niet leuk is, dat we weten hoe we hun ouders kunnen helpen. Dat soort dingen eigenlijk. Een aardbeving is natuurlijk een beetje eng. Kinderen voor Kinderen heeft ook een liedje gemaakt over eng. Dat zijn enge dingen die gelukkig ook leuk en spannend kunnen zijn. Dans je mee? Welke onderwerpen zou jij graag onderzocht willen hebben in Baas van het Journaal? Laat het weten in de reacties. Dit was echt vet. Eigenlijk best wel gek dat de kinderen in Groningen zoveel aardbevingen meemaken. Ja, en wat vind jij ervan? Laat het weten in de comments. Vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. Doei! Check de video van gisteren, check de video vandaag.